Bij mij in de studio zit uh, Shanti Kargi. hij is een van de organisatoren van de Rapenburg Race. Ja, dat is een race die heeft nog niet zo'n hele lange traditie. De eerste was volgens mij in 2018 ter ere, al klinkt dat wellicht wat raar, maar uh, georganiseerd door een stel studenten om een studiemaatje te steunen die een dwarslezie had opgelopen bij een duik in het zwembad. Twee zeer succesvolle edities volgden en vorig jaar ja, natuurlijk niks vanwege corona. Ik kijk zo uit naar de tijd dat we dat niet meer hoeven te zeggen, maar dat terzijde. Maar nu staat er toch op zaterdag 18 september een echte Rapenburg race uh, gepland. Waar we echt gaan, kunnen gaan zwemmen, toch uh, Shanti? Ja, ja dat uh, is Wel, de planning. Welkom in de studio. <laughs> Dankjewel. Ja. <lacht> ja. <lacht> hoe, hoe zeker is het dat het echt door mag gaan? Nou, er moet iets heel raars gebeuren, gebeuren wil het niet doorgaan. In principe gaat het gewoon uh, 100% zeker door. Ja, 99,9. Ja, 99,9. Ja. En uh, ja, het, want het heeft dus nog niet zo'n hele lange traditie. Terwijl het lijkt soms wel al alsof we het echt al jaren en jaren doen. Ja, klopt. Ja, kleine nuance in je verhaaltje. Want uh, het klopt inderdaad dat dit de derde editie wordt. De eerste editie was ook inderdaad in 2018. En toen was het een soort pilot. Uh, waarin honderd zwemmers gingen zwemmen. En uh, toen werd er wat kleinschalig wat geld opgehaald voor uh, vluchtelingen. En in 2019 is het inderdaad echt een groot uh, evenement geworden. Heel succesvol. Toen hebben we meer dan 100.000 euro opgehaald. Uh, en uh, mochten we 500 zwemmers toen meezwemmen. En uh, het begon eigenlijk een beetje als een... Uh, we wilden het gewoon opnieuw organiseren. En toen uh, dachten we, hadden we een vergunning gekregen van de gemeente van 500 mensen. In de voorstelling dat we dat echt niet vol gingen krijgen. Maar uh, de aanmeldingen vloog binnen en het was echt uh, de ene na de ander. En toen uh, moesten op een gegeven moment zelfs tegen mensen zeggen dat, uh, dat we geen plek meer hadden. En uh, boven alle verwachtingen uh, toen uitgekomen, meer dan 100.000 euro opgehaald uh, voor Dorsteieonderzoek. Ja. Inderdaad, na aanleiding van uh, dat verhaal wat jij net vertelde. Ja, want dus. ja, dat was wel. Uh, ja, ik ben daar zelf toen bij geweest bij die. Uh, ik heb toen een reportage gemaakt. Het was ja. echt gewoon. Ja, het was gewoon heel aanstekelijk ook. Van, mm -hmm. uh, ik, ik had bijna gezien, spontaan, uh, het zien om spontaan het Rameburger uh, ja, inspringen. Het was echt een prachtige dag. We hadden ontzettend veel geluk met het weer en uh, ja, de sfeer was fantastisch en iedereen had echt neusen dezelfde kant op. We moeten geld ophalen voor dat dwarslissieonderzoek, wat zo belangrijk is, hè? Want uh, daar ben ik de afgelopen jaren ook achter gekomen dat ik hiermee bezig ben geweest. Dat het echt superbelangrijk is. Er valt nog zoveel te halen aan onderzoek, of aan onderzoek voor, de, voor mensen met een dwarslesie. En ook verbetering van de kwaliteit van leven. Het is echt uh, ja, iets wat nog meer op de voorgrond mag komen te staan. Ja. Daarom... Ja, want vorig jaar, ja, toen kon het uh, natuurlijk helemaal niet doorgaan. Toen kwam er wel een soort uh, online uh, versie. Je hadden ook wat uh, filmpjes gemaakt van mensen ja. met, uh, die een dwarsleesje hadden. Vond ik ook echt heel indrukwekkend. Kan ik iedereen absoluut nog aanraden om nog eens te gaan kijken uh, uh, naar die filmpjes uh, op YouTube of uh, via jullie website kun je daar ongetwijfeld komen. Ja, en, uh, het is, uh, maar zeg maar, zoals het toen in 2019 was, uh, is er enige kans op dat het zoiets wordt? Of zeg je nou, ik moet dat die verwachtingen een beetje temperen? Nou, we moeten ons natuurlijk houden aan alle COVID-maatregelen. Dus dat betekent ook dat wij een maximum van 500 zwemmers nu weer gaan hanteren. Zodat we ook op de dag zelfs kijkers kunnen krijgen. Op de dag dat ze langs de kant kunnen komen staan. En ook dat we in het van de werfpark daarna nog mensen kunnen ontvangen en toeschouwers kunnen hebben voor. Voor ja, toch de ondersteuning. En we hebben uh, daarom dus gekozen voor weer 500 zwemmers. En er uh, zijn nog uh, 47 plekken uit mijn hoofd nu vrij. En uh, daarnaast ben je sowieso welkom om langs het Rabenburg te komen kijken. We hebben verschillende plekken waar je kan komen kijken. Uh, en daar ben je van harte welkom. En, uh, en daar zijn ook weer eens. Uh, uh, Verschillende, ja, verschillende plekken hebben we daar ingericht. En voor die plekken hebben we ook een maximumcapaciteit. En die valt dan uh, gewoon binnen de 750 mensen waarin we uh, mensen mogen ontvangen. Ja, ja. ja het blijven allemaal, allemaal regeltjes. Ja. Maar goed, uh, het, het hoofddoel is natuurlijk ook toch dat er dat geld uh, wordt opgehaald. Hebben jullie, ja, toen was het natuurlijk 100.000. Dat was eigenlijk best wel een belachelijk groot bedrag. Voor zo'n zo bescheiden evenement, toch eigenlijk. Hoe heb je nu een bedrag in je hoofd? Je zegt, nou... nou, we willen sowieso uh, weer die 100.000 euro aantikken. Dat is echt een doel waar we nu de afgelopen twee jaar naartoe hebben gewerkt. Hè? Want 2020 ging dus niet door. Dus uh, alle donaties zijn welkom. En uh, we hopen natuurlijk dat we er overheen gaan. Maar uh, ja, dat, dat is ons uiteindelijke doel. En, 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 en twee jaar geleden gaf Jochem Meijer het uh, startschot. Komt ja, hij klopt. weer of uh, hebben jullie iemand anders weten strikken? Nee, hij uh, gaat proberen van de partij te zijn. Hij is uh, ontzettend betrokken nog en uh, hij heeft ook een heel leuk filmpje van de week ingesproken. Ik weet niet of je die toevallig langs hebt zien komen, maar anders dan uh, moet, je hem, moet je zijn woorden, wijze woorden eventjes opzoeken op onze website. Uh, hij uh, gaat zijn best doen om van de partij te zijn. Uh, ja, dat hangt van een paar dingen af. Ja. Ja, ja, dat is een druk, druk, druk bezette ja. man. Uh, ja, je zei al, er zijn nog 47 plekken. Als mensen nou denken, oh, dat zou ik eigenlijk best wel leuk vinden. Maar uh, ja, uh, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gezwommen deze zomer. Uh, moeten ze dan heel gauw nog uh, een beetje in training gaan? Nee hoor, nee hoor, nee. Ik heb hem uh, ook ongetraind gezwommen. De, iedereen uh, die uh, het fysiek in principe gewoon aan... Gewoon normaal een stukje kan lopen. Of uh, af en toe het zwembad induikt. Ongetraind. Die kan deze race ook uitzwemmen. Absoluut. Ja, want jullie noemen het een race. En natuurlijk ja. is er ook altijd wel iets bij dat iemand de snelste wil zijn. Maar natuurlijk. daar gaat het niet echt om. Nee, het gaat om, uh, om aandacht en. en, en uh, uh, aandacht creëren voor, voor mensen met een dwarslezing en laten inzien hoe belangrijk het is dat we ons blijven inzetten voor deze mensen. Ja, ja, ja absoluut. En, maar, ook, uh, maar ik denk dan wel dat. Men, ik kan me ook voor iemand denken: ja, in het Rapenburg gaan zwemmen. Hoe veilig is dat dan eigenlijk, uh, mevrouw de dokter? <laughs> nee, uh, het wordt super veilig gemaakt. Uh, we staan uh, nauw in contact met de gemeente, og uh, En we gaan uh, zelf ook de dag ervoor uh, de grachten in om alles uh, goed Veilig schoon te maken, alle fietsen eruit te halen. Dus uh, ja, het is uh, veel voorbereidingswerk. Maar uh, ja, dat brengt ons ook wel dichter bij elkaar en laat ook wel zien waar we het voor doen. Ja, en misschien ja. is het wel verstandig om iets van een soort waterschoentjes aan te, gaan, aan te ja. trekken en niet in je, op je blote voetjes het water in te trekken. Ik zou springen. sowieso aanraden om waterschoentjes inderdaad aan te trekken, dat kan sowieso geen kwaad. Um, en, en ja, uh, voel je vrij om een, een bad, of een, een, een mooie swimsuit, wetsuit, uh, wetsuit is waarschijnlijk iets te warm misschien, maar... Uh, als je inderdaad iets van een extra shirt of zo aan wil trekken... dan ben je gewoon vrij om dat te doen. Ja. Ja. Je hoeft niet per se uh, in je bikini... Uh... Nee, niks moet. Alles uh, kan. Ja, alles ja. kan. En als mensen zich dan willen, uh, willen aanmelden... dat kan gewoon op jullie website. Ja, uh, dus, www.rapenburgrace.nl... of via onze Instagram of Facebook uh, of in LinkedIn. Ja, en als mensen nou uh, zeggen van... nou ja, dat, uh, dat zwemmen, dat, uh, nou, uh, dat, dat zie ik toch echt niet zo zitten... Maar ik wil eigenlijk best wel sponsoren. Uh, kunnen ja. ze dat ook allemaal vinden op jullie website? Ja. Of kunnen ze dan bellen? Of moeten ze gewoon met een zakje geld komen die dag? Nee, je kan uh, doneren via www.ravvergase.nl. En er staat een hele mooie grote doneerknop. En uh, op de dag zelf zitten uh, er ook overal uh, QR-codes hangen, mogelijkheden zijn om te sponsoren. Dus uh, ja. Dat, uh... En heb je al iets van een bedrag wat er al nu al binnen is? Of uh, ja. moet het nog allemaal echt beginnen? Nee, de teller, teller staat al op uh, over de 42.000 euro. Dus ah. we zijn hard op weg. Maar uh, de 100.000 euro die is uh, nog wel even te gaan. Ja, ja. dus uh, de oproep hierbij aan iedereen uh, om, uh, om, uh, om, uit, uh, om een portemonnee ja. uh, te trekken. Want wat, uh, nu, jij bent zelf aan het studeren om, uh, om arts uh, te worden. Wat vind jij, zeg maar, wat het. Ja, misschien wat het belangrijkste is wat er voor mensen zou moeten gebeuren die een, die een dwarslezie hebben. Ja, er zijn verschillende aspecten. Uh, enerzijds is, het... dat komt ook terug in onze, in onze goede doelen die we gaan steunen. Enerzijds is het het uh, snel opereren, zodat je uh, zo min mogelijk restschade eigenlijk overhoudt aan een dwarslees. Een dwarslezie is natuurlijk iets wat in een ongeluk. Uh, ongelukken die gaan blijven gebeuren. Dus preventie, dat, dat is heel lastig. Maar. Uh, uh, zo, zo snel mogelijk om opereren en uitzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk restschade in, blijft. Dat is een van, de, van onze speerpunten. En dat zie je terug in het onderzoek van Wilco. Wilco Pul en uh, de neurochirurg uit LMC LMC-stad. Nee. En uh, aan de andere kant. Uh, zijn we ook naar allerlei verschillende soorten manieren. op zoek naar hoe kunnen we de revalidatie. nou als het dan eenmaal heeft plaatsgevonden. hoe kunnen we zo'n revalidatie. verder versterken en verder ontwikkelen. en uh, stimuleren om mensen ook. In, in passief bijvoorbeeld. spieren te trainen. Dat zie je terug in een project. Uh, dat heet Tesla Zoet. Dat gaan we ook komend jaar steunen. En ja, zei... dat, dat is dat ze zo'n zo heel pak aankrijgen ja. en dat ze dan toch een beetje als het ware kunnen lopen of, of zoiets. Toch? En daar zag ik laatst ook beelden van. En dat is echt heel indrukwekkend om te zien. Ja, ja. Uh, ik denk wat jij in je hoofd hebt, dat gaat het over het exoskelet. Um, het pak uh, waar ik het over heb, dat gaat over een, een soort pak. wat eigenlijk uit de game-industrie komt. En dat um, uh, wordt gebruikt om bijvoorbeeld. Uh, als mensen bijvoorbeeld. Um, uh, in, een, in een schietgame schieten. Mm -hmm. dat ze dan op hun schouder. een soort schok krijgen. waardoor het eigenlijk lijkt. alsof je dus echt een soort geweer. Uh, alsof schiet. Je, alsof je geraakt wordt. Ja, precies. Alsof je geraakt wordt. of als je, alsof je geweer. een soort van tegen je schouder mm -hmm. aanduwt. En um, deze, de, deze professor, een professor uit Amsterdam van Reade die dacht van nou hier kan ik wat mee voor mijn patiënten voor mijn revalidatiepatiënten die een dwarslesie hebben en hun armen en benen niet meer kunnen bewegen en hij wil nu een pak ontwikkelen waarin dus door middel van elektrostimulatie uh, hij die spieren passief kan trainen. En daardoor. Uh, dat daar, de gedachte is dat je dan dus. de circulatie van je spieren op gang houdt. en dat je botten ook nog daardoor wat sterker blijven. En dat je daardoor sneller en beter kan revalideren. Dat is de, de gedachte. Ja, en, ja. Dat, en dat er dan misschien toch nog. een beetje vooruitgang is. of minder achteruitgang. Uh, dat, aan de ene kant minder achteruit, achteruitgang. maar vooral ook een uh, snellere uh, en optimalere revalidatie. Ja, ja, dus uh, dat je eigenlijk uh, ook passief je spieren sterk houdt. Hm. En uh, daardoor dus ook, ja. omdat je spieren sterker blijven, kan je dus ook sneller trainen en meer aan. En dat is een beetje wat, ja, wat de lange termijn visie is van, uh, van deze professor. Ja, ja. ja want het, uh, ja, het gaat natuurlijk over, ja, het, je zei het al, het helemaal voorkomen van is, ja is gewoon. Waarschijnlijk niet mogelijk. Ja. Omdat er gebeuren gewoon vreselijke ongelukken. En ook wel, ik weet nog wel, die filmpjes van vorig jaar dat het soms waren ook echt dingetje. Denk, nou ja, zo gek is het niet. Of doel ja, het, het zit soms over, echt in een klein ja, hoekje? Het, he? van, het, over, het kan echt iedereen overkomen. En dat ja. is ook het dat is ook het, het maffe en, en, en heel lastig aan, 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 aan uh, dwarslezie. Ja. Ja. Alle ja. reden om uh, dit uh, onderzoek allemaal te steunen. En dus ook deze Rapenburg Race. Ik zou zeggen, ga naar de website van Rapenburg Race. En uh, meld je aan als je nog een duik mee wil nemen in het uh, frisse water van het Rapenburg. Ik ga niet en, duiken. Niet duiken naar een <laughs> spreekwoordelijke duik. Maar een sprong erin en lekker zwemmen. En als je denkt dat is me iets te, te gortig, dan uh, kun je in ieder geval altijd geld ja. doneren. Geld geven kan altijd, toch? Ja, absoluut. Oké, okay, hey, hartelijk dank, uh, Shanti, bedankt. dat je even naar de studio wilde komen om te vertellen ja. over Dravenburg. En uh, laten we hopen op een prachtige dag op 18 september. Yes.